Ja. Hey, ik weet dat ik niet helemaal spoor, maar dat publiek van mij, mijn god. Ik krijg dus af en toe ook berichtjes terug van mensen die vinden dat ik leuke filmpjes maak, maar ook van mensen die graag een verzoekje hebben, zoals het sigaretrookverzoekje, wat ik heel creatief heb opgelost. Maar nu hebben we er dus ook een maloot bij. Die zich Proservige of zoiets noemt. Ik kan het niet uitspreken. En die vraagt, wil je ook een filmpje met bacon doen? Bacon? Ja, met bacon. Zeg nou ja, vooruit. Hier heb je hem, de bacon van de Euroshopper. 69 cent. Wat kun je met bacon allemaal doen? Ja, je kan er lekker mee spaghetti vreten, hè, Vogga. Wat je ook kan doen is een petje maken als het heel erg heet is. Het ligt heel erg mooi op je haar. En, oh, wacht even. Dan ben ik even Mickey Mouse. Een platte Mickey Mouse. Misschien beschermt het tegen buitenaardse stralen. Want je kan een heel mooi petje van maken. En dan heb je het lekker koel in de zomer. Dan moet je wel oppassen dat je in het strand gaat slapen. Dat de hond het niet van je kop afvreet. Zo dus. Maar goed, dan vraag ik het dus af. Hoezo bacon, zeg ik tegen hem. Hij zegt, ja, in een pannetje. En vooruit, ik heb hier een pannetje. Pakken de bacon. Bacon in een pannetje. En dan zit het dus in een pannetje. Ja, dat zit dan in een pannetje. Misschien als ik er mijn laatste restje Goldstrike in gooi. In Goldstrike zit niet alleen goud, maar er zit ook heel veel alcohol in. Dat fit. Nou ja, hier heb je dus je bacon in een pannetje. Dat wordt wel heet hoor. Ik ben nog blij dat ik er niet een hele fles in heb gegooid. Ik krijg het er warm van. Ik ben blij dat ik mijn t-shirt heb uitgetrokken. Nou ja. Hier gaat onze bacon dus. In een pannetje. Hoe verzin je het? Nou ja, het eindresultaat. Gebakken bacon. In Goldstrike. En hoe smaakt dat? Goed toch? Er zit wat kanelsmaakje aan. Er zitten goudspikkels in. Ik weet niet of de camera dat kan zien. Bekken met goud. Ja, zit de hond er dan lekker? Ja? Nee? Nee, nee, nee. Hij vindt het niet lekker. En dan zal ik het moeten opeten, hè? Voor crunchy. Tot crunchy en zouten. Nou, gaat eigenlijk wel. Wel veel vet, maar oké. Nou. Heb je dan ook gehad? Bacon. In een pannetje. Die ik ben blij gemaakt. Ja, jullie hebben weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Okay. Yeah.